docenten hebben erg veel gedaan voor de propagandaavond. Dus ik wil ze daar heel erg hartelijk voor bedanken. En meneer Ballas, ik kom zo meteen de bloemen ophalen. Dankjewel, ja. Tot zo. En dan wil ik nu het woord laten aan de heer Boers. Bedanken voor een werkelijk treffelijk zesklasstuk. En we hebben er werkelijk van genoten. Blijkbaar weer wat voor talentvolle en speciale leerlingen het CDA voortbrengt. En we staan natuurlijk niet in de top 10 van de Elsevier. We hopen natuurlijk dat we volgend jaar deze trend zichzelf voorzet en dat we nog steeds van deze mooie eindjaars optredens krijgen. En gewoon ook die 100 slagen percentage, zelfs zonder mijzelf. Het moet gewoon lukken, zo goed ben ik dan ook weer niet. En natuurlijk wil ik ook nog even spreken over het vertrek zelf. Want dat zal dus niet de ondergang voor het CDA betekenen, dat lijkt me zo. Ik vond mijn fluit wel erg moeilijk trouwens. Zal ik het moeten doen zonder de fantastische Enteke Assink. Nou, ik heb zo genoten van die Assink. Nou, helemaal perfect. En ook zal ik natuurlijk met mannen gaan praten. Ook vrouwen in wandel gaan me erg missen. Maar ja, het is niet anders. Het Carmel College biedt mij weer nieuwe, spannende en aantrekkelijke kansen. Smaken die ik nog niet geproefd heb. Dit betekent natuurlijk niet dat ik jullie zal vergeten. En ik zal mijn uitstekende best doen om bij jullie examenuitreiking te zijn. Net zoals normaal. En ik zeg het niet elk jaar, maar jullie zijn het topjaar! Ik hoop dat de zesde klas al heel goed zijn best moeten doen om dit te verbeteren. Ik ben er blij dat we onze mooie school, top 10 van Nederland, hè, Elsevier, dat we dit gewoon deze kwaliteit kunnen handhaven. Zoveel man die gewoon zo goed heeft gewerkt. Maar ook wil ik nog even van deze gelegenheid gebruik maken. Volgend jaar hebben we 9 brugklassen. Was wel. Had ik al gezegd dat het topjaar zijn? Nou, hier nog een Elsevier voor iedereen. En bedankt allemaal. Het zal moeilijk worden voor de opeenvolgende jaarwagen om dit te overtreffen. Nou, geef ze nog een hartelijk applaus. En dan zou ik nu toch graag de enige echte meneer Boers naar voren willen hebben. Ik had nu dus iemand het gras volledig voor de voeten weg, maar sta ik daar uren te oefenen op een toespraak van 3 kwartier, krijg je dit. Dames en heren, mijn laatste propagandaavond was een waardige. Voor de pauze een aantal prachtige optredens. Lijkt alweer een hele poos geleden, dankzij deze wervende show. Maar de opvolging is geregeld als je ziet dat de kinderen uit de eerste, uit de tweede en ga zo maar door stonden voor de pauze. Dat is een geruststellende gedachte. Zij gaan dit jaar de school verlaten. Ik ben ze lekker een half jaar hiervoor. Het mooiste compliment wat ik van een aantal leerlingen kreeg. Ik ben vanavond ook wel wat dubbel in mijn emoties. Maar heel bijzonder vond ik het toen ik net bekend had dat een aantal leerlingen bij me kwam. Meneer, wat is het toch jammer dat u ons diploma niet meer ondertekent. Nou, dat was een hele lieve. En vanavond hebben jullie mij buitengewoon aangenaam verrast met een uitstekende show. Dus heel veel succes met jullie eindexamens. En leerlingen, collega's, hartstikke bedankt voor alles. Tot ziens. Dat is een boek namens de 6e klas. Dan geef ik nu het woord aan Eloise van de ZGB. Dank u wel. Nou, dan zijn we al bijna aan het eind gekomen van deze prachtige avond. Heeft er nog iemand iets voor de rondvraag? Nee? Oké. Dan verklaar ik deze 458e algemene ledenvergadering van de Zwolse Gymnasiasten officieel voor geëindigd.